De ontwerpwet houdende wijziging van de deviesregeling 1947 is gisteren in de Nationale Assemblee goedgekeurd met algemene 27 stemmen. Met deze wijziging vervalt de bevoegdheid van de president van de Republiek Suriname om wisselkoersen voor buitenlandse valuta vast te stellen. Daarnaast wordt de Centrale Bank van Suriname in staat gesteld om haar officiële internationale reserves en wisselkoersbeleid effectief en onafhankelijk te beheren. VHP-parlementariër Assis Kumar Gayadin zegt dat het streven gericht is op een integrale wijziging van de deviesregeling. De oppositiefracties NDP en BEP hebben zich onthouden van stemming. Met de toezegging zoals de minister dat heeft gedaan, dat we gaan naar een integrale wijziging van onze deviesenwet, waarbij wij geen vacuüm willen laten, voorzitter, om nu te zeggen laten we alle artikelen schrappen en straks we een situatie krijgen waarbij er niet eens regels zijn voor exporteurs en noem maar allerlei overmakingen en transacties. We willen liberaliseren, maar laat het zodanig zijn dat we de regels daarvoor hebben. Er is de behandeling, zijn er onzerzijds een aantal indringende punten naar voren gebracht. De minister geeft toe dat er het liefst een integrale wijzigingen hadden, daarmee hier de regering zou komen, maar dat is helaas niet gelukt. Wij staan allemaal daarachter. De minister, de regering, doet alle inspanningen om mogelijk eind van het jaar dat te halen. Ik heb mijn twijfels, want als we in 3 jaren alleen dit hebben gehaald, 3 artikelen, dan vraag ik me af of we met alle goede bedoelingen, of we dat in de komende maanden in de drukke periode gaan halen. Minister Stanley Raghubar Singh van Financiën en Planning dankte het parlement voor de constructieve samenwerking met de regering. Hij noemde aanname van deze wet een stap in de verdere ontwikkeling van het land. De NPS-fractieleider Gregory Rusland heeft als enige lid uit de oppositie gestemd voor deze wetswijziging. Voorzitter, laat duidelijk zijn, de NPS zit in de oppositie. Waar het om gaat is dat wij de behandeling van de wet gevolgd hebben. Wij zijn niet tevreden met alles wat gedaan is. Maar als je zegt dat je een situatie reeds 30, 40 jaar hebt en je kan stappen maken richting waar wij naartoe willen gaan, dan zeggen we dat ondersteunen we dat. Maar waar wij naartoe gaan is, vooral gaan wij af op het woord van de minister van Financiën, dat hij er alles aan doet om voor het eind van het jaar de integrale wijziging aan het parlement aan te bieden. En wij gaan daarvan uit en wij wachten daarop en dan gaan we verder, denk ik. Maar dat is de reden waarom wij met dit voorstel hebben meegewerkt. Maar we zijn oppositie. De ontwerpwet houdende wijziging van de deviesenregeling is ingediend op 29 mei 2024 en heeft als doel de deviesenregeling 1947 te stroomlijnen met relevante bepalingen in de Centrale Bankwet 2022.